Ik ben Armida van Dalen Diel, ik ben 52 jaar. Ik geef muziek en CKV. Ik ben Dirk van Dalen Diel, ik ben 24 jaar oud en ik geef lichamelijke opvoeding. Ik ben Brechtje van Dalen Diel, ik ben 22 en ik geef 4 CKV aan maatschappijleer. F en de laatste de G. En dan ga ik weer opnieuw. Hoe is het om met je twee kinderen op dezelfde school te werken? Ja, ik vind dat heel erg leuk. Het is soms ook wel eens ingewikkeld, want je wil ook gewoon dan collega zijn. En niet alleen maar dan ook als moeder gezien worden. Dus dat moest ik in het begin wel ook met mijn collega's wel even over hebben. Want dan zei ze, ja, je zoon. En dan zei ik, nee, het is nu Dirk. Toen ik hier binnenkwam was het voor mij ook niet echt van, oh, ik ga werken op de school waar mijn moeder werkt. Maar voor mij was het, ik ga werken op de school waar ik wil werken. En toevallig werkt mijn moeder daar dan ook. Dus ik heb dat nooit als iets als belemmerend of zo gezien. En ja, Brechtje, die is daar ook zo ingerold. Die vindt het ook een onwijs leuke school. Wij hebben allebei hier gezeten en een hele goede herinnering aan overgehouden. Ja, mijn moeder kom ik af en toe tegen, want geven hetzelfde vak. Dus het is wel eens dat zij daar les geeft en ik geef dan dit lokaal les. En dan staan we even te kletsen of dan hebben we het even over de les van wat ga jij vandaag doen of oh, hoe ging het bij jou. Dus dat is wel ook wel heel leuk eigenlijk. Hij kan je ook even helpen, want hij heeft de achtergrond al ingevuld. Ja? Als jullie elkaar dan eventjes een beetje helpen, dan loop ik even door. Ja? Is er nog iets? Moet je het even roepen? We kunnen het ook gewoon heel goed met elkaar vinden en het is ook gezellig. En dan heb je het al even over school of juist gewoon helemaal niet over school, gewoon over andere dingen. Het is leuk om te zien, je begrijpt de wereld waar ze in zitten en kan ook van afstand steunen en meekijken. En ja, dan loop ik wel trots door de school. Ja. Jij kent haar natuurlijk vooral als moeder, maar hoe zou je haar als docent omschrijven? Nou ja, ik hoor dus heel veel dingen van leerlingen dat ze super streng is. En dat kan ik ergens wel vinden, want ik vind wel ook persoonlijk dat ze best wel streng kan zijn. Ik vind haar altijd heel anders dan ze thuis is. Ik heb altijd het idee dat ze echt wel als docent een andere rol aanneemt dan hoe ze als moeder is. Ik vind dat ze als moeder veel meer toelaat en veel makkelijker is. En dat ze op school toch wel meer, dit zijn de regels en die zijn heel duidelijk. En daar hou je als leerling ook aan en het is heel strak. Daar hou ik ook wel van. Wat kan ik allemaal doen als ik de bal heb? Ik kan pasen, dat is 1. Schieten is 2 en dribbelen is 3. Zie je ze allebei nog jarenlang voor de klas staan? Ja, ik denk wel dat zij ook echt dat lerarengen hebben. Zij blijven ook zorgen voor vernieuwing. En dat houdt mij ook scherp en dat vind ik ook superleuk. Maar ja, ik zie hun wel echt ook over een aantal jaren wel nog steeds voor de klas staan. Ja. Ik denk ook dat ik op een gegeven moment wel wat meer uitdaging zou willen en misschien wel zou willen doorgroeien binnen de school. Maar het lesgeven zelf zou ik eigenlijk wel heel lang kunnen volhouden. Zolang als ik zelf nog een les kan geven, zodat ik op mijn benen kan staan, dat ik zelf nog een salto voor kan doen en zo. Ja, dan zou ik het eigenlijk ook gewoon willen doen. Ik ben als het goed is februari afgestudeerd en dan begint het eigenlijk pas. En ja, als ik zie dat mijn moeder nu nog steeds met zoveel plezier hier rondloopt, dat ik denk van nou, als ik dat over 20 jaar ook nog heb, dan denk ik dat ik hier toch wel tot mijn 65ste of 67ste wil blijven in dit vak, ja.